Allerbeste vrienden, een hele goede dag. Dat God jullie allen zegene. Dat de Heilige Geest het verstand openen, de geestelijke ogen openen, zodat de mensen begrip kunnen hebben, zodat zij dan vervolgens kunnen begrijpen wat Gods wil is, wat zijn woord zegt, wat zijn adviezen zijn, zijn discipline, de orde, zodat de mens dan vervolgens kan genieten van de voordelen die Hij, God, ons heeft gegeven. God gaf ons wijsheid. God gaf ons intelligentie. God gaf ons een hart, begrip. En wanneer iemand tegen mij zegt, bisschop, en vraagt mij, bisschop, hoe legt u uit dit probleem, deze rampen, deze ecologische, deze natuurrampen, die plaats hebben gevonden, aardbevingen, zeebevingen, tyfonen, orkanen, zelfs de aarde die zich opent, en deze rivieren die opkomen en de steden intrekken en alles vernietigen dat voor hen ligt. Hoe kunt u dit verklaren? Ik verklaar het. Wat ik begrijp. En wat ik begrijp is dat God God is. En Hij zal altijd God zijn. Hij is altijd God geweest. Hij bestaat uit zichzelf. Hij is alle wijsheid. Alle grootheid. Alle glorie en heerlijkheid. Toen Hij de hemel en de aarde schiep, gaf Hij de mens, de gehele aarde, de heerschappij over alle dieren, de heerschappij over de aarde, de zee en de lucht. Hij gaf de mens de heerschappij over alles wat er op aarde was. En Hij plaatste de mens in de hof, zodat daar dan de mens kon ontwikkelen, zich kon voortzetten en alles volgens de wil van God kon zijn. Want God is orde, Hij is discipline, Hij is respect. God is groot. Hij heeft alles perfect gemaakt. En zelfs, ondanks het feit dat Hij aan de mens de macht gaf, de macht over de gehele aarde, de autoriteit over de gehele aarde, over zijn gehele grootheid, over alles wat God schiep, gaf Hij ook de intelligentie en de wijsheid om voor de aarde te zorgen, om een vriend van de aarde te zijn, om een partner van de aarde te zijn. Hij zou zaaien op de aarde en de aarde zou hem teruggeven de vrucht ervan dat hij geplant heeft. Maar de mens was rebels. De mens verkoos liever om naar de stem te luisteren van het kwaad. En naar de stem luisteren van het kwaad is naar de stem luisteren van hetgeen dat tegen de stem van God ingaat. De mens ging tegen de stem van God in. Dus hij werd vervloekt. In feite vervloekte God de mens niet. Maar de aarde werd vervloekt omwille van de mens. De aarde werd vervloekt vanwege de mens. Desondanks zond God Jezus om de mens te redden, om een nieuwe gelegenheid aan hem te geven, een nieuwe kans. Maar wie gelooft in Jezus? Wie heeft in Jezus geloofd? Vanwege zijn wijsheid en intelligentie, vanwege zijn capaciteit, vanwege zijn macht om naar de maan te gaan of naar Mars te gaan,
of naar elke plaats in deze wereld, of naar veel plaatsen in deze wereld, en te heersen over de hemel, de aarde, de lucht. Ondanks al deze autoriteit en wijsheid, om vliegtuigen te maken die supersonisch zijn, raketten te maken, helikopters, om allerlei verschillende voertuigen te maken, om dingen te maken voor de lucht en ook voor de zee en ook op land, allerlei soorten machines. God heeft alles aan ons gegeven, alles. Maar de mens is toch dwaas geweest. Dat is de uitdrukking die ik heb. De mens is enorm dom geweest. Achterlijk. Omdat hij niet meer luistert naar de stem van God. Omdat hij grote dingen gebouwd heeft die prachtig zijn. Gebouwen. Torens. Die zoveel verdiepingen hebben, enzovoorts, enzovoorts. En de mens denkt dat hij de beste is, de hoogste is, dat hij God is. En dan heeft hij nog de moed om niet te geloven in het bestaan van God. Om ongelovig te zijn en te spotten degenen die wel in God geloven. Maar de Heilige Schrift zegt heel duidelijk, dwaal niet. Dwaal niet. Wij hebben de capaciteit om het goed te doen of om te falen. Als wij gehoor geven en het woord van God gehoorzamen, dan zullen wij slagen. Maar als wij het woord van God de rug toekeren, dan zullen wij ellendig falen. Omdat God ons het recht heeft gegeven om te kiezen. Voor het goede of voor het slechte. En de tekst, de profetie zegt, dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Ja, vanwege de rampen, de natuurrampen. Vanwege alles wat wij gezien hebben in deze wereld. Dat er plaatsvindt. Heel veel mensen geloven niet in God, spotten over God, maken grappen over de naam van de Allerhoogste. Met de naam van de Allerhoogste. En ze bespotten hem. En dan komen deze problemen, zoals wij die hebben gezien, rampen. Die verschrikkelijk zijn. Die kinderen en dieren doden en volwassenen. Die zelfs onschuldige mensen doden. Zelfs de onschuldige mensen worden vernietigd. Vanwege de rebellie van de mens. Dit gebeurde in Israël. Nadat God de mens schiep, gaf hij de totale heerschappij en de mens stierf, is de mensheid gaan groeien en ontwikkelen in dezelfde corruptie. In dezelfde spotterij jegens God. Dus wat heeft God gedaan? God zond de zondvloed en hij vernietigde de hele aarde. En hij begon alles opnieuw. Alles weer opnieuw. Hij koos een familie waarvan de patriarch, de voorvader, een man was die rechtvaardig was. Hij redde een rechtvaardige man, Noach, en zijn gehele gezin. Maar nadat zij de aarde nog een keer hadden bevolkt, keerden zij zich nogmaals tegen God. En God schiep toen een volk. Hij riep Abraham om van hem een natie te maken die afgescheiden was van de ongelovigen, van de onreinen, van de goddelozen. Een pure natie. Een heilige natie. Een natie die exclusief aan God behoorde hier op aarde. Maar dat lukte ook niet. Deze natie heeft zichzelf vernietigd. Heeft zichzelf gecorrumpeerd. En alle keren dat Israël tegen God inging,
dan strekte God zijn hand terug en dan kwamen de vijanden en vernietigden alles. Is het de schuld van God? Nee. De schuld is van de mens. Die heeft gefaald en is blijven falen. Omdat hij het woord van God ongehoorzaam geweest is. Dus de Bijbel zegt hier heel duidelijk. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Allen. Zonder enige uitzondering. Ik oogst vandaag wat ik gisteren heb gezaaid. Ik zal morgen oogsten wat ik vandaag aan het zaaien ben. Dat is van mij afhankelijk. Dat is afhankelijk van wat ik zaai. Als ik gehoorzaamheid zaai, jegens God, vrees voor God, dan zal hij mij bewaren, zal hij mij beschermen. Maar als ik zaai wat niet deugt, rebellie, als ik doe wat God niet behaagt, dan gaat het niet. Ik zal de vruchten oogsten van deze slechte daden. Net zoals u en ik en wij allen, beste vriend en vriendin. Zo is het met iedereen van ons. En wanneer de ouders falen, de kinderen betalen de prijs. Zij oogsten de vruchten. Al zijn ze klein. Al zijn ze onschuldig. Allen oogsten. Iedereen oogst de slechte vruchten wanneer de mens zaait wat verkeerd is. De kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Alles komt binnen het concept, binnen het context van een menselijke fout. Dus de vraag die maar niet wil zwijgen, heeft een antwoord van God die ook niet zwijgt. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Hij laat niet met zich spotten of zichzelf laten bespotten. Grappen over hem maken en dergelijke. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Tot vandaag heeft Israël precies hetgeen geoogst dat wat zij hebben gezaaid. Dat is de realiteit, beste vriend en vriendin. De persoon kan hebben wat hij heeft. Geld, positie, wijsheid, intelligentie. Die persoon kan een heel beroemde, bekende persoon zijn in deze wereld. Maar als die persoon dwaalt en jegens God dwalen, zal die persoon oogsten. Hetgeen wat die persoon heeft gezaaid. Niet alleen die persoon, maar de gehele familie, het gezin, de kinderen, de nakomelingen. Zo behandelt God ons. Hij is liefde, maar hij is gerechtigheid. Hij laat niet de ongerechtige voorbij gaan. Hij is liefde, barmhartig. Hij is klaar om de aanroeping van allen te horen. Allen die hem aanroepen. Maakt niet uit of die persoon de ergste van alle mensen is. Hij is genadig. Maar, echter, als de rechtvaardige dwaalt, zal de rechtvaardige ook de vruchten oogsten van zijn dwalingen. Daar is geen twijfel over. Dus beste vriend en vriendin, ten opzichte van de vraag waarom zoveel rampen, waarom zoveel verkeerde dingen, zoveel gruwelijkheden, zoveel doden. Precies hierdoor. De mens heeft gedwaald. En God laat het niet voorbij gaan. De natuur zelf
komt in opstand tegen de mens. De natuur zelf is opstandig geworden. De mens die ontbossing doet op een chaotische wijze. De mens die de dieren mishandelt. Die ook deel uitmaken van de natuur van God. De mens die gulzig is, die hebberig is, die geld wil, die geld wil hebben en rijk wil worden en machtig wil worden. Vroeger of later zal de mens sterven. En alles wat hij begeerde en soms niet eens heeft bereikt, of als hij het bereikt, blijft alles achter. En anderen nemen er bezit van en genieten van de voordelen. Het is de wet van God, beste vriend en vriendin. Als de persoon niet wil luisteren naar de stem van God, dan zal de persoon de consequenties lijden. De vrede van de Heilige Geest, de vrede van God, is alleen voor degenen die van God zijn. Zij die dezelfde gedachten delen met God. Zij die God eren. Zij die God vrezen. Zij die van Hem hun onderhoud maken. De basis, het fundament van hun leven. Maar diegenen die dat niet doen, lijden. En zij lijden. En zij blijven lijden. En ze leren niet. Ze leren niet. Dwaal niet, zegt de Heilige Schrift. U kunt slagen. U kunt beginnen te slagen, ook al hebben uw vaders, hebben uw ouders gefaald. Maar u kunt slagen. Want u bent intelligent. U heeft een hoofd. Al heeft u geen goede opleiding gehad, maar toch weet u onderscheiding te maken tussen het verkeerde en het goede. Dwaal niet. Dwaal niet, want God ziet alles. En wie dwaalt zal de vruchten oogsten van zijn dwalingen. En wie slaagt zal de vruchten ook oogsten van zijn slagen. Vooral de vrede. Dat God jullie allen zegenen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.